Dus de ploeg met 6 brandweermensen komt toe. Ondertussen hebben ook de andere manschappen niet stilgezeten. Dus de pompbediener zorgt voor de waterbevoorrading samen met de backupploeg. Zij vragen een klein beetje tijd. Zij doen eerst de nodige controles. Deze bundeltechniek wordt nu actief ingeoefend in alle posten van West-Vlaanderen. Dus doen nu de controle van de sproeikegel. Vooraleer dat de deuren open worden dus gecheckt van hoe is de warmte, is het een afdraaiende deur of niet, en wordt er naar binnen gesproeid. Ook boven hen wordt er gesproeid om de rookgassen af te koelen. Het is met een gerichte, gebonden straal eigenlijk de brandkaart aanvullen. We gebruiken hier niet massa's water. Het is niet de bedoeling van massa's water te gebruiken. De bedoeling is om heel gericht een brandgaard te doven. Deze beweging moet in teamverband gebeuren en met duidelijke afspraken door de leidinggevende van het interventieteam. Prima gedaan, mevrouw. Dat schuimblustoestel bevat een speciale spuitmond. Bij een schuimblustoestel heeft men veel minder nevenschade. Het is de bedoeling om de blussing uit te voeren naar de basis van de vlammen. En niet naar de collega's, mevrouw. Maar het is toch gelukt. Proficiat. Dus je ziet dat water direct gaat omgezet worden tot stoom. Met de olie omgezet en de keuken staat terecht in de echterlaaien. Dus nu hebben we uiteindelijk te doen met de keukenbrand.
En we gaan uiteindelijk nu met onze schuimblustoestellen